Ik ben Tineke Nussink, beeldend kunstenaar en ik ben hier op bezoek bij Martin Klopstra. Op bezoek in zijn gezellige en rommelige atelier, maar dat hoort bij het kunstenaarschap. Ja, een beetje jammer, Tineke. Martin, had je al als kind de inspiratie om iets in de kunstrichting te gaan doen? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik wist het niet. Je wist het niet? Ik was altijd bezig met dingen maken, tekenen en ja, ik had niet beseft dat ik kunstenaar zou worden. Dat was pas op een latere leeftijd, op de middelbare school, had ik dat. Ja. Ik ging meer dat dingen uitdenken en verder proberen. Ja. Ja. Jouw atelier is in Spijkenisse. Komen daar veel mensen over de vloer? Ja, niet zoveel, want ik wil graag hier gewoon op mezelf zitten. En ja, iedere keer als er iemand bij komt, dan moet ik er even aan wennen. Dan kan ik mijn traject niet afmaken. Ja, dat begrijp ik. Je wilt gewoon in je eigen sfeer kunnen werken. Ja, ja. Kun je iets vertellen over jouw werkzame leven? Wat heb je gedaan? Ik heb vroeger in het begin in de architectuur gezeten. Toen ben ik... Daarna ben ik het onderwijs in gegaan en dat heb ik verder allemaal uitgediept en toen kwam ik later in het speciaal onderwijs uit. Mm-hmm. En daar heb ik tot nu zo wat gewerkt. Totdat je met pensioen kwam? Ja. En nu ben je gewoon lekker een beetje voor jezelf bezig en je exposeert, heb ik begrepen. Ja. Zowel in binnen als in de buitenwereld. Ja, dat klopt. Wat is jouw inspiratie? Waar krijg je je ideeën vandaan? Ik krijg mijn inspiratie vanuit de natuur. Vanuit de natuur. Maar dat is heel makkelijk gezegd, maar ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in het ontstaan van een plant. Van de oorsprong van een plant. En ik wilde graag eigenlijk ook mijn eigen oorsprong van planten maken in een eigen vorm. Mm-hmm. En tegenwoordig gaat het steeds meer uitgebreider worden en ja, steeds dieper in de vorm ga ik. Ja. Ik wil de spanning van de ontkieming en de vormen gaan maken. Mm-hmm. Er liggen hier een paar voorwerpen. Dit lijken mij ontkiemende zaden. Ja. Je hebt er heel veel, want verderop zie ik in een doos dat er nog... Nou, ik weet wel niet hoeveel in zitten, misschien een 40, 50? 60. 60, en daarbovenop liggen ook een heleboel van de... Wat heb je hiermee gedaan? Want ik begreep dat het ouder werk is. De performance, de tijd is er. Daar heb ik een gedicht over gemaakt, over de tijd. Mm-hmm. Je begint en je eindigt in het gedicht. En daar heb ik een baan gemaakt. En dat is ook het begin en het einde. En die baan is ongeveer 18 meter. Daar komen dan allerlei kleine objecten in staan en dat is het nieuwe begin. Want ieder mens begint opnieuw. Ja, een ontkiemend zaadje. Ja. Dus de mensen staan er omheen en het gedicht wordt dan gelezen. En dan kunnen de mensen tijdens het gedicht op hun plek in de baan zetten. De een zet ik in het begin bij de geboorte, ben ik opnieuw begonnen. Of de andere halverwege, of misschien op het laatst. Mm-hmm. Als ze dan klaar zijn, krijgen ze een klein blokje hout mee en dat zijn de goede herinneringen, die kan je vasthouden, die hou je dan bij je en dan kan je dan ook mee naar huis nemen. En dan kan je zeggen, nou, hier zitten in dat kleine blokje mijn goede herinneringen. En dat wordt jouw basis dat je mee door kan gaan. Nou, de natuur is momenteel natuurlijk heel actueel. Je had het net over die performance. Waar heeft die performance plaatsgevonden? Was dat in Nederland? Dat was ook in Nederland, maar ook in Duitsland. En nu op verzoek doe ik het in Diepenheim. Omdat diegene die er 15 jaar geleden als ben ik begonnen met de performance daar. En die mevrouw die stopt met haar werk. En dan wilde ze graag hebben dat ik nog een keer de performance doe, maar op een nieuwe vorm. Dus die nieuwe vorm heb ik nu heel aangepast en gemaakt. En ik heb daar ook tevens mijn expositie in Diepenheim op dit moment. Want dat is Diepenheim in Nederland, neem ik aan. En
Is dat daar nu momenteel te zien of wordt dat nog geopend? En hoe lang duurt dat? En de exacte locatie, waar kan men dat bekijken? Het is net iets buiten de gemeente Diepenheim, op een groot mooi klassiek weiland. Het is in de buurt van de watermolen, had ik begrepen. En dat vindt de aanstaande zondag plaats, want Diepenheim hebben kunstmoment. En dat is van afgelopen donderdag tot aanstaande zondag. En dan is voor mij het laatste, en er is ook een soort feesttoestanden bij en allerlei gebeurtenissen. Dus ja, het is een hele spannende toestand. Dus het is eigenlijk in de najaarsvakantie? Ja, in de najaarsvakantie. Dus er kunnen veel mensen naartoe gaan? Ja. Ja, er zijn er al een aantal geweest, neem ik aan. Ja. Want Martin, waar maak je je sculpturen zo al van? Ik zie hout. En wat is dit voor materiaal? Dat is keramiek. Dat is keramiek. Ja. Is dat allemaal gebakken? Dat is allemaal gebakken, ja. Ik heb het één keer gedaan. Maar ik vind het, de combinatie is wel erg mooi. Maar het is zo gauw besmettelijk, vind ik dat. Dus als het een omdat beetje het vies wit kan, is. Ja, omdat het wit is. Je kan het opschuren. Ik heb daar papier in, je kan het opschuren, dan is het weer mooi. Mm-hmm. Maar ja, ik vind toch dat het hout alleen met koper het mooiste. En dat is ook een echte oorzaak. Maar je zou daar glazuur over kunnen doen. Ja, maar dan ben ik de matheid kwijt. Je wilt dat het mat blijft? Ja. Dat is, Dat het een beetje een soort eierschaal lijkt. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk, in een ei zit ook een ontkiemend zaadje. Ja. En dan op een gegeven moment als een kuikentje, zeg maar, rijp is, dan breekt het ei open en dan stapt hij eruit. Ja, heel de mensheid. Zo te zeggen. Maar iedereen ontstaat op deze wijze. Ja, in deze wel. Ja. En dat is het leuke ervan. En dus eindeloos kan je daar mee doorgaan. Maar ik heb ook wel gezien dat jij sculpturen maakt waar iets van koper in zit. Of eventueel brons. Ja. Doe je dat vaak? Nou, ik gebruik het koper als basislijn voor het object. En dan dat accentueert het hout. En het koper is ook gedaan om alles in het hout op te bouwen. Want het wordt zo dun dat je eigenlijk een installatie of iets nodig hebt om daartussen te bouwen. Dat het eigenlijk een soort geraamte is. Ja. En dan als ik alleen hout heb, dan zit er meestal een staaldraad in. Als je alleen hout hebt, dan breekt het af. Maar ik doe er ook een staaldraad in. En dat zit in deze ook. Als ik hier, ik kan het hier mooi laten zien. Ja. Ik heb deze, is dan de vorm die dan ertussen gaat. Hierin zit het. Dit is eigenlijk jouw mal. Nee, dat is eigenlijk de vorm die alles bij elkaar houdt van het hout. Ja, maar het is tevens eigenlijk wel een soort basisvorm. Ja, en dat geeft de lijn aan van mijn werk. Ja. En het hout, dat is dan een opvulling. En hier zit dan eigenlijk ook een hele dunne staaldraad in. Want als ik ga bewerken, dan breekt het aan alle kanten. Dus dat moet ik gewoon stevig houden. Ja. En daar heb ik met die tafeltjes die ik ook gemaakt heb, daar zitten dan ook van stalen draden in. Ik heb hier dan een stuk koper. Ja. Dat heb je al in een vorm uitgezaagd. En dat ga je gebruiken om, zeg maar, deze vorm te verstevigen. Ja. Want als ik goed kijk, dan zijn dit allemaal houten laagjes op elkaar gelijmd, neem ik aan. Die heb ik allemaal op een plaat karton gelijmd, rechtop. Ja. En hier zit deels kleur op. Heeft dat een bedoeling? Ja, dan krijg je een diepte kleur erin. Dit ga je later groot maken. Ja. Veilen en schuren. Ja, en zagen, alles. En zagen, ja. Ja. Want het moet hier heel dun worden en loopt het een beetje breed en het gaat weer terug. Ja, dan, je ziet er dan bij die andere objecten, zie je dat erg goed. En dan krijg je een hele eigen vorm krijg je erin. Ja, want als je dit ziet, het is nu al heel erg kwetsbaar. Nou, als je dit nog meer zou uithollen,
daarvoor heb je natuurlijk die versteviging nodig. Ja, maar er zit ook een staaldraad in. Er zit in dit hout? Ja. Dat is mooi. Ja, dat is zo sterk, daar kan ik allerlei dingen eigenlijk mee doen. Ja, ja. Maar het is heel veel werk om die draad erin te krijgen. Ja, dat begrijp ik. Ja. En dan ga je dit, neem ik aan, er tegenaan nemen. Ja, dat zijn er twee. Kan je het zelf even laten zien? Ik heb er twee op elkaar gesoldeerd, een plaat. En dan ga ik ze allebei tegelijk in een vorm maken. Dan brand ik het los en dan krijg ik twee losse vormen. Ja, begrijp het. En die kan passen van boven en aan de onderkant exact hetzelfde. Ja. En ik houd het voorlopig exact, want ik wil later de vormen gaan veranderen. Van de ene kant anders dan de andere kant. Maar ik heb nog mijn objecten die ik nu aan het maken ben, zit alles nog aan de twee kanten hetzelfde. Dan komt de plant ook beter in uit als vorm. Maar als dit natuurlijk helemaal glad en gepolijst is, ja, dan gaat er denk ik lak overheen. Ja. En dit wordt natuurlijk ook glad en gepolijst. Ga je hier ook een lak op zetten? Daar gaat ook een lak overheen. Maar dan krijg je wel een mooi contrast tussen hout en metaal. Ja, in het begin wel. Maar op de lange duur krijgt koper een eigen kleur. Ja. En dan krijg je een hele mooie, diepe bruine kleur krijg je dan. En dan blijft het hout licht. Oxideren. En dan wordt het nog mooier. Hoe ouder het wordt, hoe mooier dat hij wordt. Ja. Dit ga je, neem ik aan, op een sokkeltje monteren? Ja, dat weet ik nog niet. Het wordt een sokkel met, denkelijk met vier pootjes, maar dat is nog niet helemaal zeker. Oh, dan ga je weer die generatie daarin. Ja, want ik wilde eigenlijk de oorsprong van generaties erin hebben. Want dan kan je voor jezelf je eigen weg bepalen in het object. Eigenlijk zit er een hele filosofie achter jouw werk. Ja, dat is het wel. Dat is wel verbazingwekkend interessant. Ja, het is het filosofie van het leven zit erin. Ik zie daar nog een hele mooie schets aan de wand. Ja. Misschien kunnen we die dadelijk even van dichterbij bekijken. En daar zie ik nog een foto van een beeld van jou. Ja. Om even een beetje een idee te geven van wat jij allemaal doet met jouw kunstwerken. Ja. Maar ik neem aan dat je daar wel aardig wat tijd mee kwijt bent. Ja, alleen maar. Alleen maar. Dat is het plezier ook. Maar je bent nu met pensioen. Ja, sinds een jaar. Sinds een jaar. Ja, en je zit hier heerlijk in je eigen sfeer. Ja, gewoon mijn eigen wereld. En, ik heb niet zoveel contact met de buitenwereld. Daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Nee, dat herken ik. Als kunstenaar. Ja, dus het is mijn eigen wereld waar ik hier ben. Ja. En soms kijk ik wel eens wel visite. Maar dan heb ik het alleen maar met kunst te maken. Ja. Maar, ik heb nog even een laatste vraag. Exposeer je momenteel nog in Berlijn? Of is dat alweer afgelopen? Nee, dat is tot en met de kerst. Tot en met de kerst? Ja, dan exposeer ik daar. En is dat bij een galerie? Ja, het is in het centrum van Berlijn, bij het grote station. En mochten mensen behoefte hebben om daar te gaan kijken, welke galerie is dat? Dat staat op de website. Dat staat op jouw website. Het is Art Berlijn, is het? Art Berlijn. Ja. Dus nou, mocht u gaan willen kijken, Art Berlijn. Ja. Martin Klopster. Ja. Dankjewel. Hartelijk dank.